In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het tweede kroonjaar is 160 jaar afschaffing van de slavernij en dat is morgen 1 juli. ATV brengt u deze week een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken ook dit kroonjaar wordt belicht. Vandaag in deze editie gaan we in gesprek over religie. Het verslag is van Shevlin Paulus. Het is wetenschappelijk bewezen dat het christendom is opgelegd aan de tot slaafgemaakte. Hierdoor konden deze mensen hun eigen geloofsbelijdenis moeilijk in stand houden. In deze editie spreken we verschillende vertegenwoordigers van verschillende religieuze stromingen die de nazaten van de tot slaafgemaakte nog beleiden. Na meer dan 2 eeuwen slavernij werden op 1 juli 1863 slaafgemaakte vrije mensen. Uit Afrika kwamen veel slaafgemaakten met een Winti-geloof. Kenner van de Winti-cultuur Ernie Wolf zegt dat verschillende culturen zich met elkaar zijn gaan mengen tot wat nu bekend is onder de Winti-stroming. Als ze zijn een Winti-geloof. Het zijn vaak onder heel erbarmelijke omstandigheden dat de dingen levendig zijn gehouden. Je had dat een pas na 1972 of vanaf 1972 is het beleiden van Winti in feite uit het wetboek van strafrecht geschrapt, officieel. Dus dan kan je even nagaan dat in feite Winti-beleiders die zijn in feite ampertjes 40 jaar vrij in het beleven van Winti. Het Winti-geloof werd veelal in taboesfeer in stand gehouden. Nu merkt Wolf een explosieve groei bij de mensen die hun roots opzoeken binnen de Winti-stroming. Naast dit geloof zegt Aboubakar Gaspar, voorzitter van de Islamitische Federatie Surinamer, dat niet vergeten mag worden dat onder de slaafgemaakten die naar Suriname werden gebracht er ook beleiders van het islamgeloof waren. We kunnen zeggen dat er daar een neerwaartse ontwikkeling is geweest. Een goed deel van de Afrikanen die naar Suriname zijn gebracht, waren beleiders van de islam. Dat is alom bekend. Maar we weten ook dat de mensen het christendom werden opgedrongen. En hun eigen geloof niet mochten beleiden. Met als gevolg dus een neergang van het beleiden van de islam. En het is zelf weggevaagd. En heel lang daarna zien we dus dat er een revival is, een herleving is. En dat is dus in de 20e eeuw begonnen. Dat er enkele individuele moslims onder de Afro-Surinamers te herkennen waren. En op een gegeven moment is er dus ook een moskee aan de Koesewijnenstraat. En dat heeft enige groei meegemaakt, maar geen explosieve groei. Tijdens de groei van de islambeweging ontstond er een collectief genaamd The New Generation, die leidde tot het stichten van de organisatie Torikil Islam. Deze organisatie is een van de poten van de Islamitische Federatie Suriname. Met de groei van de verschillende Afro-Surinaamse organisaties en de bundeling van de nazaten van de moslims onder de slaafgemaakte, van bijvoorbeeld de Marondorpen Koinakondre en Bronsweg, is de groei nog meer gaan versnellen. En dan het christelijk geloof. Na de opwekking werd in 1732 besloten om het evangelie te verkondigen onder de slaafgemaakten, zegt prezes Rinaldo Galant van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Toen was er nog een slavenhandel, maar men had toen gedacht van luister, dus de hernutters uit, men noemde ze toen zendelingen, hebben toen het evangelie verkondigd en onder de slaven tot aan de afschaffing van de slavernij en daarna is het ook doorgegaan. Ze zijn toen het binnenland ingetrokken, dus zo zie je dat ze steeds ze zijn gebleven om het evangelie kenbaar te maken aan de mensen. Zoals de geschiedenis ons leert, dan was er vooral onder de Creoolse mensen toen, was het
waren ze vrij religieus. Het heeft het evangelie heeft zijn werk gedaan. Natuurlijk, het is niet ledig teruggegaan naar onze lieve Heer. Maar het is gaan groeien. Zeker, in zekere zin. U heeft het gehoord van de verschillende vertegenwoordigers van de verschillende religieuze stromingen. Al deze mensen zijn het eens dat wederzijds respect en begrip zal leiden tot gehoorzaamheid en saamhorigheid bij de nazaten van de tot slaafgemaakte. Ik ben Chevelin Paulus met cameraman August Panza.